Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Hi, hi. Wat fijn dat je naar deze podcast luistert. Mijn naam is Francis van der Wiel. Ik ben ademcoach en ik ga per 13 december ademreizen geven aan de Bewustzijnsschool. En graag wil ik wat meer vertellen over wat dat nou inhoudt, een ademreis maken. Het is gebaseerd op het principe uit je hoofd weer terug in je wijze lijf. Het is weer leren luisteren naar de emoties en gevoelens die in jouw lichaam huizen en die de richting aanwijzig zijn op jouw pad. Want we hebben allemaal dingen meegemaakt in ons leven en dat kan op fysiek niveau zijn, emotioneel, spiritueel, rationeel, bepaalde pijnen die we hebben opgeslagen en die zitten ergens in jouw lijf. En omdat we gewend zijn om dingen niet te willen voelen, trekken we ervan weg met de ademhaling en heb je eigenlijk steeds minder ruimte om adem te halen en minder ruimte om te zijn. Want de manier waarop jij ademhaalt is de manier hoe jij in het leven staat. Als je lekker veel ruimte inneemt met je ademhaling, neem je ook op een goede manier veel ruimte in je leven. Op een hele ontspannen manier. En ben je, ben je zo het voorbeeld voor andere mensen. En een uitnodiging om ook ruimte te nemen. Het is een afdaling vanuit je hoofd, wat enorm in de snelheid zit, naar je wijze lijf, wat in het nu leeft. Dus ademcoaching is nu coaching. Het brengt je in het nu. Maar dat betekent ook dat je van alles gaat voelen. Het betekent ruimte maken voor emoties en gevoelens. Want die zijn de richtingaanwijzers op jouw pad. Maar laten we eerst eens kijken naar dat hoofd. Hoe zit het daar eigenlijk mee? Dat hoofd is opgebouwd uit grofweg, evolutionair gezien, 3 delen. Je hebt op de bovenste laag heb je de neocortex. Daarin zit het ego opgeslagen. Het ego is bezig met overleving. Het is bezig met het verleden en met de toekomst, maar eigenlijk nooit met het nu. Het maakt enorm snelle verbanden. Het legt heel erg de nadruk op wat is er allemaal fout gegaan en hoe kan ik dat beter doen in de toekomst. Of blijven hangen in, oh mijn god, wat is er allemaal fout gegaan in het verleden. Als je daaruit afdaalt, dan kom je in het limbisch systeem. Het limbisch systeem heeft te maken met alle automatische processen in je lichaam, waar je met de wilskracht geen invloed op hebt. Daarin zit ook de rem en het gaspedaal. En als je nog verder afdaalt, dan heb je het reptiele brein, wat gelokaliseerd is aan de schedelrand bij je nek, waar ook heel vaak spanningen opgeslagen liggen. En dat is niet zo gek, want het reptiele brein gaat alleen maar over vechten, vluchten of bevriezen. Hoe kun je nou afdalen vanuit je supersnelle hoofd naar het natuurlijke tempo van je lichaam? Ik gebruik daarvoor de ademhaling, want de ademhaling is de verbinding tussen hoofd en lijf. En van daaruit tussen jouw binnenwereld en de buitenwereld. En de ademhaling is ook het vervoersmiddel van jouw focus. Dus als je de tijd neemt om uit je hoofd te dalen, terug te keren in je lichaam, dan ga je allerlei dingen voelen van die je daar hebt opgeslagen. En met die ademhaling gaan we met een hele nieuwsgierige blik kijken wat je allemaal tegenkomt onderweg. Want je weet dat je op reis gaat, maar je weet nooit wat je onderweg allemaal tegenkomt. Eigenlijk kun je het ook zien alsof je, zeg maar, je auto naar de garage brengt. Je gaat een APK-keuring met je ademhaling in je lichaam uitvoeren.
En dan gaan we vooral de nadruk leggen op deukjes die je hebt opgelopen gedurende je leven. En om daar van binnenuit met die ademhaling weer ruimte te creëren. Om als het ware jezelf uit te deuken van binnenuit. Compassie op je ademreis vind ik heel belangrijk. Dat je liefdevol kunt kijken naar het proces waarin jij zit. Daarom wil ik graag een oefening meegeven voor het openen en ontvangen van het ontspannen hart. Deze oefening is heel fijn om met z'n tweeën te doen. Daarbij ligt de een op een behandeltafel of op de grond op een lekker matrasje. En maak het jezelf zo comfortabel mogelijk. Een schapenvachtje eronder, een dekentje over je heen, een kussentje onder je hoofd. En degene die de oefening gaat geven, die gaat zich eerst verbinden met de onveranderlijke bron van stralende levensvreugde. Je concentreert je eerst op jezelf. Je maakt contact met die bron. Je kunt je voor- en achternaam door je heen laten spoelen door elke cel. En weet dat je als de gever niks anders hoeft te doen dan je te verbinden met die bron. Je hoeft niet hard te werken. Je hoeft niet jezelf leeg te gaan geven. Je gaat zitten. Je gaat je openstellen en verbinden met die heerlijke levensstroom. En dan schuif je je linkerhand onder de rug van degene die ligt, ter hoogte tussen de schouderbladen. Dan open je je hand en degene die ligt, die opent de luikjes naar de binnenkant van het hart toe. Dus zeg maar tussen de schouderbladen open je de ramen naar binnen. En dan ontspan je samen en dan zak je in de energie van die levensvreugdevolle brengende bron. De gever hoeft niks anders te doen dan zichzelf open te stellen en een doorgeefluik te worden van die heerlijke energie. En degene die ligt hoeft niks anders te doen dan de luikjes naar binnen open te zetten aan de achterkant van je rug. En zo je hart te voeden. Je kunt dan helemaal zakken. En je kunt je helemaal gedragen voelen vanuit de achterkant. Zodat die plek tussen je schouderbladen waar je hart zit zich helemaal kan ontspannen van binnenuit. Je voelt steeds meer dat je hart zich kan ontspannen in het hele gebied om je hart heen. Je ribbenkast. De kooi, de beschermingskooi om je hart heen wordt steeds zachter en soepeler. Steeds bewegelijker, zodat je hart steeds meer ruimte krijgt om te ademen. 3D, alle kanten op. Naar voor, naar achter. Naar de zijkant. En je kan je voorstellen als een soort anemoon in het water, een zeeanemoon, die heerlijk meebeweegt op de stroming van de zee, op de stroming van het leven. En het mooie is, hoe dieper jouw hart zich kan ontspannen, hoe meer die ontspanning naar de bovenkant kunt sturen, via de achterkant van je nek, naar je schedelrand, waar we het al eerder over hadden, waar je reptiele brein zit. Vanuit die ontspanning van je hart kan je de ontspanning door je nek heen sturen naar je reptiele brein. En hoe veiliger jouw hart zich voelt om te ontspannen, hoe veiliger dat gedeelte van je hoofd zich voelt en hoe meer je dieper en dieper en dieper kunt ontspannen op celniveau. En die ontspanning kun je ook langs de achterkant van je rug brengen richting je heupgebied. Dan kom je langs de psoas,
De psoas is de voorouderspier. De psoas is een spier die je eigenlijk alleen maar kunt trainen, doen door niet te doen. Dus dat kun je alleen maar trainen door diep te ontspannen. En dan kom je bij jezelf thuis. In je bekken. Het bekken, wat het fundament is van jouw huis hier op aarde. Jouw plek. Waar je altijd thuis kunt komen. Als je verbinding kunt maken met die plek, dan kun je jezelf weer opladen. Kun je verbinding maken met jezelf. Als je jezelf helemaal hebt gevuld, dan kun je weer verbinding maken met de ander en met je omgeving. Als gever, of eigenlijk doorgever van de energie van de onveranderlijke bron, kun je jouw gevoel verlengen in het lichaam van degene die ligt. En daarmee kun je aftasten waar eventueel nog spanning zit. En als je voelt dat het genoeg is geweest, dat diegene zijn of haar hart helemaal heeft kunnen ontspannen, een rugsteuntje heeft gekregen aan de achterkant van jouw warme, zachte, liefdevolle hand, dan kun je langzaam gaan afronden. En dan kun je daarna de rollen omdraaien. Ik vind het een heerlijke oefening om te doen, vooral met de feestdagen die voor mij gaan over licht, lucht, liefde en verbinding. Maar er kan ook nog alles wat stress optreden met alle logistieke zaken rondom de feestdagen. Dus ik hoop dat jullie de tijd nemen en een liefdevolle partner opzoeken om deze oefening van het open en ontvangende hart mee te doen. Ik wens je hele fijne, verbindende feestdagen. En wil je meer weten over mij of over Ademreis, dan kun je kijken op www.ademreis.nu. En als je een sessie wil volgen, dan verwelkom ik je heel graag op de Even Donderdagavonden. Tot ziens!